Welkom iedereen, een aflevering van The Legend of Zelda Four Swords Adventure, Ram's favoriete Zelda blijkbaar. Nou, ik vind hem echt niet slecht tot nu toe. De controls zijn alleen verrotte slecht, maar... Oh god. This place fills you with a strange sensation. Nee, van Gebora. Hallo. Hoed, Link. Are you now able to wield the Four Swords? Het is een je kan merken wie de tekst heeft. Wat? Je kan merken wie kan mashen. Ja, zeker of sort able to smite the darkness, and that's not all. It also grants you the power to see the shadowy dark world. The people of this village, they're being spirited away by some force. It may be that the dark world is drawing them in. Save the villagers, Link. Bring a light to the darkness. Ik had verwacht dat hij ging zeggen hoe we dat doen. Nou. Ja, sorry, ik zag een mooi post. Semi-Kakariko Village muziek. Er is hier iets. Ja, maar het zegt ook, this place fills you with a strange sensation. Ja, de plek waar ik sta is het glimmen. The fuck? Ja, goeie voor je. Ik snap er geen kut van. Oké, dan mijn volgende poging is weer dit. Oh. Ga eens even mee naar beneden. Ga eens even naar beneden. Oh, Charles Rona. Wat stond daar? Moongate. Moonpearl. Jezus. Misschien hadden we als eerste met... Nee, ik kon niet, want hij zei... Je moest twee keer met hem praten. Ja, zou de Moonpearl hier neer moeten zitten? Ah, dat is dan weer GameCube, Game Boy. Welkom in de miniscap. Ja, maar dan net even wat anders. Miniscap, die game die jij gaat een keer moet uitspelen. Normaal. Ja, een keer. 1835. Nou, waar gaan we heen? Naar boven? Vind ik altijd mooi. Oké, dan gaan we naar boven. Tering, wat een lange huis. Oh, daar heb je die flikker weer. Even kijken, wat hebben we in zijn huisje? Bombs. We hebben bommen nodig. Ja, prima, maar... Ik zat er echt gekleukt hoor, echt gebaarlijk. Nee. Maar dit laat wel zien dat dit echt een compleet andere... Soms moet je ook gewoon iets langer nadenken over deze dingen. My girl and I were fighting at I took health. And when I came back, my house was gone. I went to her place, but all I found was this strange mage and a seeker. Where's my house? Where's my girlfriend? Ah, I've lost everything. What am I supposed to do now? Naar links, gaan we dan maar, hè? Ik kon ook huis zelf lopen, hoor. Nee, draag je. Jezus. Wat is er aan de hand? How come the shop next door is getting all that business? I just remodeled my place and everything people should be forking here. I'm trying to get people excited, so I'm standing in line for my own store. And I'm not bitching. Nou, weer een Moonpearl hebben we nodig. Ja, maar hier is geen gate. Ga daar eens naar links.
Oh. Het is Zelda, hè? Okay, maar de vraag is alleen, wat doen we? One of our members should be right out this door to the right. Come back when you've gotten clues from all four brothers. Je moet er met vier broers praten. Ja, mooi. Ik denk niet dat alle broers op dezelfde plek staan. Oh, je denkt dat we hier weg moeten? Mhm. Dit is echt zo'n ouderwetse puzzel. Vreselijk. Nee, ik vind het niet erg, maar het is een beetje... Ik heb liever wat een beetje platformachtige dingen dan... Octorok shooting for... Hey, even... Je moet hierheen. Oh. Dat zegt mooi, ik ga hierheen. Ik heb een moonpearl. Alleen de vraag is, waar wil je me hebben? Nou, hier niet. Hier niet, in ieder geval. Godver. Ik vind het leuk om een kerk te stelen, hè? Nee, ik wil gewoon rollen. Gaan we nu naar rechts? Ja, waarom ook niet? Ja, dat zal weer niet meer zijn. Auw. Wat heb je meer? Oh, we hebben lantaarns. Lantaarns. Wat de fuck moeten we met een lantaarn in ieder geval een item? Het is een item. Je kunt gas in de fik zetten. Moet ik een deur door uitlopen? Mhm. Die moet Pearl hebben nodig in bij die broer gebeuren. Oké. Dan gaan we die kant weer op. Dit het ook een schep krijgen zometeen. Mogelijk. Mogelijk, ik weet het wel zeker. Was hier geen gate? Nee, hier links was een gate. Nee. Ik hoor die glinsteren in ieder geval. Ja, hier. We moeten vier broers vinden. God, zou dit het zijn, denk je? Ik heb geen idee wat we moeten doen. Ga dol of door? Kan jij pak links en pak rechts? Ja. Oh. Ook zo fijn dat je geen timer hebt in deze. Holy shit. Wat? We hadden 20 seconden de tijd. Ja. Ik heb het gehaald in 18. Lekker man. Oh my god, eindelijk. Oh lol, hier kan die mensen uit de rij laten gaan door... Geniaal. Ja hoor, ik heb weer een hardcontainer. Hier is niks. Ik denk dat we er boven kennen. Oh, nu kunnen we een hele hoop doen. In plaats van bommen kunnen we nu gewoon door. Oké, dit is één van de broers. Altijd op mij, whisper is de 6. I'm sure it's connected to the incident. You guys used the moon pearl, didn't you? I swear that guy there was staring at me quite a while now.
Who does it innocent loud? Yes, that's just rude. The six. The six what? Dank je. Dan. Moet die kant op. Iets met de six. Zo, hè? Nee, is niks, oké. Okay. Wacht, er staat weer een broer. Die blauwe. What was that? You're a brother of the Seeker's Guild. I'll see well then. Listen to the information I've gathered. An apprentice mage disappeared somewhere around here. Poof. Right when she vanished, she whispered something. Protect. The six protect. Now that is suspicious. Now that's suspicious. You would do well to lock that away in your head. The six and protect? Ja, goeie. Nou, door naar hier. Dan moet hij ook nog ergens een broer zijn. Ah. Six protect. Hier is niks. Oh, ik weet waar wij moeten, denk ik. Ja? Ja. Moet ik iets meenemen? Je goede gedrag. Nee, dat heb ik nooit. Dan links. Moet hij hier naar binnen. Oh, wacht, hier is nog een broer. Wacht even, maar die hier binnen moeten zijn. Jij doet dat, ik ga naar binnen. A weird mage is lurking somewhere back here. I can sometimes hear her talking to herself and this is what she says. Deeply connected to the village, the six protect. Mm-hmm. Mooi. Lekker bezig. Ik weet niet of we hebben. Geen idee, maar doe het nog een keer. Kan dus niet. Ah. Dit is naar beneden het moeten. Alleen maar voor punten dit? Ah. Ja, maar hier was niks. Heb je wel daar haar gesproken? Ja, van haar krijg ik die Moonpearl. We moeten nog één broer hebben. Ja. Wat zijn deze nou? Ik ben het alweer kwijt. De six protect en dan... Deeply connected to the village. De six protect deeply to the village. De six protect deeply to the village. De six protect deeply to the village. Dus we naar boven moeten. En dan weer met die laatste broer moeten praten. Zou het niet zijn dat dit de broer is? Of is dit een waarzegger? Dit is een waarzegger. Oh, sorry. Ik dacht dat ik jou was 2 seconden. Ik ben normaal gewend altijd groene link te zijn. Jij lult maar door. Right outside this door, right. One of our members. Hé. Ik ga even beneden kijken. Hij moet hier op hol. Hey.
Eens even kijken waar dit heen gaat. Fucking hell. Hé, hey, was je er weer? We moeten nog één broer vinden, maar waar de fuck gaan we die vinden dan? Hier beneden kunnen we... Wat was hier beneden nou? Want we kunnen dit weer opnieuw doen. Nee, dat was de doolhof. Heb je niks aan. Heb je niks aan? Nee. Waar de fuck zijn we dan niet geweest dan? We hebben alleen voor hier rechts nog geen Montpearl, hè? Oh, wacht even. Mag ik even? Mag ik even één character? Tuurlijk. Ja, iets... Ja. L moet je dan drukken. Optillen L. Nee, ik ben L aan het doen, maar... Ja, nou, ook goed. Boxformatie. Serieus? Oh mijn god, kapot slim van jou. Of en we course. Nou, die moeten we hier rechts neer ergens weer flikkeren, denk ik dan. Ja. Maar waar? Hier. Daar. Top. Ik had daar nooit over nagedacht. Soms is ook even kijken, oké, waar zitten we, wat kunnen we allemaal nog doen? Dat dus. Alleen de paastgeluidje. Nou, dat huisje rechtsbovenin hoef je niet in. Dat is gewoon een gamble room. Moet hierheen, waar ik ben. In het lange huisje. Ah, kom maar aan. Bam, bam, dum, bam. Wat reed je? Force gems. Alweer. Wacht, we kunnen nu natuurlijk naar links, ja. Nee. Niet? Oh. Er is nog één ding wat we missen. Ja, dat is de laatste broer. My name is Iris. I'm a novice magician. I lost my magic book, and now I don't have the magic to get back home. I tried some spells from memory, and I got this tiny house to appear. But it is so frustrating where in the world could my book have gone? Nou, nog een side quest in een side quest in een side quest. Ja. Even kijken, wat moeten we nog meer doen? Of wat kunnen we nog meer doen? Godver. Er is daar rechts een trap. Kunnen we hier iets rechts of niet? Nee. We moeten een boek vinden. Ja, we moeten zoveel nu. Ja, dat gaat niet. Een magisch boek. Maar wat staat hier nu? Niks. What's going on here? This used to be one of the best places to meet people. I thought I'd just mingle for a bit, but this joint's as empty as my wallet. But I don't really want to go next door either.
The strange mage been over there reading that book of hers forever. Weird. Waar zit een mage dan? Ja, die mage zag je net. Wie staat hier? Ja, maar die zoekt, die wil... Hè? Heb ik jou nou... Ah. Ik heb je nou weer teruggebracht naar de normale wereld. Huh. Kleinig. Nee, ik ben zelf teruggelopen. Hm. Ik snap echt de hoeveel moet ik er niet van. Oké, een moment. Je kan het ook in de... Juist. Bommen. Iemand is over een boek. Ja, ik heb de laatste gozer gevonden. Die was... Wat zei die? Helemaal rechts. Beautiful. The six protection, beautiful. We kunnen weer naar die ene gozer bovenin. Mooi. Want die zei, als je met vier broers gesproken hebt, dan moet je terugkomen. Nou, prima, doen we dat. Niemand heeft ook meer de Pegasus boots. Vind ik ook wel weer een legend. Alright. Wat ga je nu zeggen, chef? Oh, it's you. And you've heard the clues gathered by all the members. Hmm, yes, I see. Those strange mages. Yes, that does seem odd. What do you believe the mages' words refer to? Zelda, Seekers of Maidens. Ja, zover was ik ook al. Maar... Ja, maar welke van de drie? Zelda, Seekers of Maidens? Maidens. Maidens, denk ik. Of course. Something happened to the six beautiful maidens that protect the shrine. That's it, isn't it? Your powers of of deduction are truly magnificent. Helemaal well, goed. Use your findings to continue our investigation. Oh ja, yes, thanks I give you. A shovel. Een schep? Oh, fijn. Hoezo, dat is prima. Cool. Hallo. Oh, ik wou het zeggen. Zie ik hier nog dingen die ik in de fik kan steken? Niet echt. Zie je iets, wel iets dingen die je op kunt... Oh, wacht! Er is natuurlijk nu een boek wat je op kan gaan, wat we op kunnen halen natuurlijk waarschijnlijk. Mm-hmm. Dan moet hier ergens een boek denk ik liggen. Zie jij iets liggen op de grond of niet? Dan ga ik onder de rug. Ik ga wel teleporten hier. Ja, doe maar. Oké. Handig. Ik kan je dus in de shadow weer optillen. Mooi, gaan we weer mee met mij. Ik denk dat ik een idee heb. Waar dat boek moet zijn? We moeten dat boek vinden. Nou, niet per se een boek, maar wel misschien... Ja, zij wel dat boek hebben voor dat huis, anders geeft ze dat huis niet terug. Ja, maar wacht, of misschien is hier rechts iets. Iets met een schep. God, doe ik het weer. Pak even een terug weer. Je kan er weer een terugpakken. Oh god. Appa. Fuck off.
Ja, ik zou zeggen, is daar geen gat of zo? Nee. Ik heb moeilijk alles op gaan zitten raven met mijn bek. Ja, klopt. Je hebt die lantaarn toch? Ja. Je kan die drie nog even hier proberen. Die hier waar ik nu bij ben. Die kan je nog in de fik zetten. Dat is een van de opties, denk ik. Te veel hulp gehad. Ik ga wel eerlijk toe, het is interessant dit, maar het komt wel mijn strot uit dit. De level komt maar ook mijn strot uit. We zijn bijna half uur met de level bezig. Wacht even, gaaf eens een keer hier. Waar? Waar jij staat? Okay. Hier, waar ik sta. Oh my god. Echt. Fucking hell. Ja, Jezus. Oh my god. Yeah. Dank je. Wat een gezeik is dit, zeg. Mm-hmm. Een boek. Een Moon Pearl. Ja. Nou, de zijdige plek waar we nog een Moon Pearl hebben. Oké. Nou. Ik kan me alleen even niet herinneren waar hier de Moon Pearl glinstering was. Ik kom er vanzelf wel achter. Ik ben wel van mening, dit stuk had een half uur geleden al moeten eindigen toen we de boers hadden gevonden. Toen we de boers hadden gevonden. Of is ja. Je moet hier een Moon Pearl kwijt kennen. Anders gaan we naar links, toch? We hebben toch alles al hier? Nee. Huh. Oké. Ja, nu elk gat ziet er nu verdacht uit. Dat begrijp jij. Mm-hmm. Ja, meer is het niet. Ik word hier gestoord van, echt. Alleen maar voor dit zijn we hier naar binnen naar beneden gegaan. Nou. Ja. Oh my god. Ja, we deze onzin. Jezus. Ja. Wat een gezeik. Kijk, als je niet weer loopt. Ja. Nou, dit is een niet. Naar boven zijn we al geweest. Ja, maar hij moet gewoon hier rechts zijn. Ja. Daar! Ik zag hem. Waar? Gat in. Waar? Bij die tussen die bomen. Fucking hell. Echt. Wat een gezeik. Mhm. Fucking hell. Oh, nog, het is, als je nog een schep wil. Oh, wacht even. Nee. Oké. Oké, dat huis is drie keer niks. Je moet even terug. Wat? Er is hier een vierpersoonsknop. Ja, wacht even. Er is even iets wat ik moet zoeken. Ik moet op deze plek zo meteen diggen, waar ik nu sta te doen. Daar moet ik zo meteen even diggen.
Nou, 30 minuten verder, maar we hebben hem hoor. Fucking hell. Ik weet alleen niet waarvoor we dit hebben, want we hebben nog geen boss of enemies gehad in dit stuk. Nee. Heb je alle kamers daar gehad? Ja. Ik weet waar ik heen moet, denk ik. In dat huisje daar beneden, dat blauwe huisje, kan je ook een schep vakken als je wil. Mm-hmm. Ik ben nog even druk bezig met mijn lantaarn nu. Ik weet dat ik ook gewoon dingen in de fik kan steken met de lantaarn. Oké. Je zou me heel blij maken als we dit stuk nooit meer hoeven te doen. Nee. Ik heb geen probleem met sidequests en andere dingen, maar... Heb jij met diegene gepraat die daar beneden stond? Nee, maar ik heb wel een brief. Een brief? Ik heb een brief. God, doe ik het weer! Loop maar mee. Van wie is die brief? Van een vrouw. Welke vrouw? Een vrouw in een huisje waar jij uit kwam. Hé, hey, Luan is hier. Oh, een letter. Hartstikke mooi. Hartstikke fijn. Ja, open je tering, zou je. En ga van bij jou. En een rocks verder. Een rocks. Wat moeten we daar nou weer mee? Kun je over het hek heen springen hier? We zullen zien. Nee. The fuck moet je met rocks verder dan? Ik heb geen Please idee. Save my girlfriend. Jongens, even serieus. Kom je nog? Ja, ja, kom. Dat is door bijna een map van een drie kwartier. Ik snap er geen kut meer van. Ik ga jouw kant op. Ik ga dat dolf maar weer doen. Ik heb het helemaal goed. Dit is zo verwarrend. Ik ga er wel weer uit. Ik snap er echt gekloten in. Nee, dit is dat... Dit is echt even... Ja, ik wil toch die schep houden. Dan vind ik die Pegasus boots. Wacht even, gast, kun je met mij mee? We moeten zijn girlfriend saven, maar waar zijn girlfriend is, dat is even een... Nou, zijn girlfriend heb ik gevonden. Dat is... Die gaf me ook de brief, hierin. Ja, wacht even. Wacht, heb jij een lantaarn nog? Oh nee, wacht! Je moet daar natuurlijk heen. Ik heb de rocks verder. Ja, en nu? Wat kan je daar nu? Nou, wat ik kan doen. Nou. Oké. Dit is wel gemier hoor. Hup. En nu? Hoe kom ik bij jou dan? Kijk eens een keer met die gozer praten. Kijk of jij dan rocks verder daarvan krijgt. Please save my girlfriend. Ja, domme. Ja, ik kan je ook niet gooien. Ik moet zeker met z'n allen daar naartoe, of niet? Ja. Jump eens één keer hierheen. Jump één keer hierheen. Ja, wacht even. Het is een goed doel hoor, dit jumpen. Het moet wel te doen zijn. Gooi maar ja. Probeer maar eens naar de overkant. Kan je niet mij tegelijkertijd de rok zetten gebruiken en mij optillen? Ik kan proberen. Ja. Nou, top. Ja, de timing van deze jump is verschrikkelijk.
Godverdomme. Je moet five linen. Oh, we maken progress. Dit hering. Ja, echt. En deze is waarschijnlijk de magic book van Iris, of niet? The little red Iris. I can't believe she just... Ja, geef hier dat kutboek. Oh my god. Nou, dan moeten we terug naar dit stuk. En dan Iris dat boek geven. Ik snap wat jij bedoelt met de rocks, dat het die kut is. Ja, de timing is gewoon heel erg verkeerd in deze. Eén ding weet ik wel, als je me zo meteen een lantaarnpaal geeft, ik zal gewoon het hele dorp afbrand. Tja, maar echt. Hallo? Chef? Hé, hey, er is weer een huis. Toegeven, als we zo meteen klaar zijn met dit level, staat er zo meteen een huis meer, want ik drop hier gewoon een bom op. Oh my god. Maar echt. Ja, dit is verschrikkelijk, ja. Ik race net die game zo hard. Nu denk ik bij mezelf. Wacht even. Hey. Ja, dat is ook een miniscap move. Ja, maar we hebben ook gewoon een nieuwe move, dat is wel gaaf. Ik hoop dat je goed genoeg bent met Pegasus jumps. Het heeft geen nut wat je doet, dat red je niet. Ja, ik dacht van ik ben Uncle Scrooge, ik ga... Oh my god. Ik ga pogo jumpen. Nou, heb je van half uur? Gaan we weer. Cholera. De ballen. Tyfus. Ja, je hebt ons allemaal nodig. Ja. God, tyfus. Is dat mooi op 4K, hoor? Taz. Ik zou ook gewoon lopen naar het volgende stuk, dus iets verder, ja. Dan jump. Ja. Ja, ik zou je bijna weer optillen en die jumps maken. Oh mijn god, frame drops. Ja, verschrikkelijk. Ik word helemaal gek nu. Ik wil me echt inhouden nu. Mm-hmm. Moet je nagaan dat we er nog steeds niet zijn. Ja, ik mag toch hopen als we daar zo meteen naar rechts gaan dat het klaar is. Nope. Mijn god! Ik haat dit! Waarom kan ik dit niet godverdomme gewoon met een D-pad doen? Oh mijn god. Fuck you, game. Fuck you. Ah! Ja, je vergeet iemand. Je vergeet mij. Ja. Ik word gek. Ik word helemaal gek hier. Mm-hmm. Dan doe ik het maar, toch? 21, 22. Zo, probleem opgelost. Ja. Succes. Oh my god. Tingle, rot op. We hebben niks aan jou. Nou, je mag hem hebben, Tingle. Echt, het interesseert me gereed. Veel succes ermee. Fijn weekend. Nou weer. Because of everything that's been happening in town, I want to get away for a bit. Maybe I'll go to the Eastern Palace. It's nothing like this old village.
Ja, mooi. Fijn weekend. Ik dacht. Daar, daar gaan we ook niet naartoe. Nee. Oh my god. Nee, Shadow Links. Ik versla hem in de Dark World. Ja. Ik heb verslagen hier. Ik heb blauw hier nodig. Blauw beneden. Hoi, hey, kom maar aan. Ik ga valf op links zit hier links. Je moet even op select drukken. Dit werkt ook. Goed, Hannes. Gaat hij er weer in? Dat ben ik, chef. Hij zit rechts. Nu zit hij links. Maar je echt aan mij afslaan. Echt. Maar ik kan het zo slecht zien met die shadow Lohannes van hem. Nou, klaar. Nee. Ah, hij zit weer daar. Hij zit weer bij mij. Hé. De villagers. Nou, echt sterf met z'n allen. Ja, weet je wat we doen met die villagers? Fik erin. Kom hier. Ja, mooi. Echt. Hier, de moeder. Jullie allemaal de moeder. Wat een kut level dit, echt. Ik wou het zeggen, zeg alsjeblieft dat het klaar is. Ik heb er geen probleem mee om op sidequests te doen, maar dit waren 10 sidequests te veel. Ja, we gaan er met de knaller uit. De tyfus. Wat was dit een kut level, zeg. Mijn god. Ja, lives lost, dat is niet eens mogelijk. Enemies defeated? Ja. Ja, jij. Shadow Link alleen. Hearts remaining. Lives lost, nou dat is niet mogelijk. Oh wacht, kom maar op. Ik weet niet wie de meeste van die dingen had. Volgens mij jij, maar ik heb dus met die andere scores kom ik waarschijnlijk hoger uit. Wat een pleuris level. Nogal, ja. Fucking hell. Net aan. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.